Marco. Ja. Vanaf de battles komt er ook een music producer bij. Ja, dat is Ton Dijkman. Sinds jaar en dag vaste drummer van mijn band. Eigenlijk vanaf het allerbegin al, heeft alle platen ingespeeld. En niet alleen die van mij, maar van heel veel grote acts in Nederland. Dus ja, ik kan een beetje leunen op zijn expertise. Want ja, we komen nu in een circuit terecht natuurlijk, waarin we ook heel veel keuzes moeten maken met en voor anderen. En daar kan ik zijn muzikale achtergrond heel goed bij gebruiken. En hoe is hij een toevoeging? Ja, Ton staat erom bekend dat hij is een man van weinig woorden, maar is altijd wel heel duidelijk en heel eerlijk. Man van weinig woorden? Ik hoop dat ik er wat uit ga krijgen. Valt om mee hoor. Ik wil even weten hoe je het vond dat Marco jou vroeg. Toch eigenlijk als steun en toeverlaat. Het zijn een aantal factoren. Ik denk, ik schrijf ook wel liedjes. John Eubank was eigenlijk, ja, dat zou de meest logische keuze zijn. Nou, John is heel erg gecharmeerd van Ibiza. Dus dat was goed. Kijk, Marco zei het al, ik speel al heel lang bij Marco. Ik heb voor Marco ook wel met een aantal andere mensen liedjes geschreven. Ik speel heel veel platen in, dus ik ben wel aan de productiekant bezig met dingen. En ik hou ook veel van nieuwe muziek uitchecken. Dus achteraf dacht ik van, nou, misschien is het nog ineens een gekke keuze geweest. Bij grote optredens hebben we altijd gezocht naar, kunnen we gasten uitnodigen die we een duwtje in de rug kunnen geven. Zo is ooit Ton bij mij gekomen en zegt, je moet eens op Ali B letten. En dat is echt iets leuks. We kwamen hem tegen op een Warchild concert en uiteindelijk is daar een hele mooie samenwerking uit voortgekomen. Dus ook in dat opzicht heeft Ton heel veel oog voor nieuw talent. Is altijd bezig zichzelf te ontwikkelen, maar ook anderen beter te maken. Dus ik vond het een hele natural match. Ik heb wel een paar dingen gevonden, maar ik denk ook dat er zijn ook misschien wel mensen die er nog net niet klaar voor zijn. En eigenlijk, maar dat ik denk van ja, wij hebben in ons clubje een aantal mensen die misschien weinig ervaring hebben. En de battle zal straks uitwijzen of dat te weinig ervaring is. En eigenlijk willen we natuurlijk meteen een herkenbare stem hebben. Ja. En dat is, dus ik denk dat dat ook een gedeelte van onze afweging zal zijn. Zit de winnaar of winnares in jullie team? Ja, zeker. Ja? Twee zelfs.